Een paddenstoel in het bos is afhankelijk van de bomen waar hij tussen staat. Maar wist je dat bomen net zo afhankelijk zijn van paddenstoelen? Dit speelt zich grotendeels onder de grond af. Je kunt het dus niet zien. Maar zonder dat ondergrondse gebeuren kunnen bomen niet tot bloei komen. Ik zou hier een hele video over vol kunnen praten. God heeft zoveel wijsheid in de schepping gelegd. Iets daarvan ga ik nu toepassen op het blijven samenwerken met de lokale kerk. Welkom bij de derde video in de module Sterke Samenwerking. Je bent al een aardig tijdje aan het pionieren. Als proefplek heb je ervaring opgedaan in het samenwerken met de lokale kerk of kerk. Naast alle aandacht die je proefplek vraagt, is het ook goed om deze samenwerking eens grondig te evalueren. Wat gaat daarin goed en wat kan beter? Willen jullie blijven samenwerken? Dat laatste hoop ik van harte. Maar misschien moet daarvoor wel iets veranderen. In de video bij het basisprogramma heb ik de 5 sleutels voor sterke samenwerking geïntroduceerd. Deze zijn ook heel geschikt om je samenwerking te evalueren. Op die manier loop ik ze nog een keer langs. De eerste en meest centrale sleutel is een gedeelde missie met je partnerkerk. Regelmatig samen hierbij stilstaan lijkt niet zo urgent. Praktische en zakelijke afspraken voelen veel urgenter. Maar het besef van een gedeelde missie is essentieel om elkaar vast te houden. Kunnen jullie elkaar nog steeds vinden in het gemeenschappelijke doel? Durf eerlijk te zijn als dat niet zo is. En wees ook eerlijk als er misschien andere partnerkerken in beeld zijn gekomen. Doe daarbij recht aan de weg die jullie samen al zijn gegaan. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor andere partners. Maar wel dat je probeert om naar hen toe samen op te trekken met je eerste partnerkerk. In de loop van de pioniersreis veranderen je eigen belangen in de samenwerkingsrelatie. Waar jullie in het begin vooral nogal steun nodig hadden, heb je nu misschien meer behoefte aan ruimte. Ook bij je partnerkerk kunnen dingen veranderen. Bijvoorbeeld door de krimp van hun kerk. Maar ook stijgende kosten kunnen bij hen leiden tot een andere situatie. Of misschien is je proefplek onbedoeld een aantrekkelijke kerkplek geworden voor een deel van hun leden. Dan is het niet ondenkbaar dat ze je proefplek als bedreiging gaan zien. Als belangen verschuiven, dan kan de relatie onder druk komen te staan. Maar het kan ook dat de bruggenbouwers van het eerste uur er niet meer zijn. Bijvoorbeeld door een andere samenstelling van de kerkraad of je eigen team. Zeker als niet iedereen voldoende is meegenomen in de ontwikkeling van je proefplek, kan het zomaar zijn dat mensen zijn afgehaakt. Verder staat bij veel kerken de bestuurskracht onder druk. Daardoor kan men de handen vol hebben aan zichzelf. En dit geldt misschien ook wel voor je eigen team. Maar een relatie waar niet in wordt geïnvesteerd is gedoemd te mislukken. Dus investeer in je relatie met het oog op de toekomst. De laatste 2 sleutels bespreek ik nu even samen. Als de relatie onder druk staat, merk je dat vaak als eerste in de organisatie en in het proces. De samenwerking loopt niet meer zo soepel. En natuurlijk is het dan belangrijk om bij de evaluatie te kijken of de samenwerking nog wel slim is georganiseerd. Of misschien zijn er gewoon andere procesafspraken nodig. Maar de kans is groot dat het probleem dieper zit. Dan moet je terug naar de vorige sleutels. Voordat we verder gaan, heb ik een vraag voor je. Geïnspireerd door deze paddenstoel stuur ik aan op het naast elkaar bestaan van kerkplekken in wederzijds voordeel. Hiervoor bestaat een woord uit het Oud-Grieks. Welk woord is dat? Je krijgt 30 seconden de tijd om hierover na te denken. En dat kan je alleen doen of samen met iemand. Het antwoord volgt aan het einde van de video. Succes! Bij het evalueren van een samenwerkingsrelatie moet je naast de 5 sleutels ook kijken naar de ontwikkelingsfase van je proefplek.
startende proefplekken zijn vaak afhankelijk van een lokale kerk. Niet alleen financieel, maar ook op allerlei andere manieren hangt er veel af van de kerk die jou steunt. Als proefplek ben je dan meestal nogal druk met je eigen identiteitsontwikkeling. En dit maakt het lastig om goed duidelijk te maken wat precies het eigene is van je proefplek ten opzichte van je partnerkerk. Dat hoort bij de beginfase. Na verloop van tijd wil je als proefplek meer onafhankelijk worden. Je krijgt dan steeds duidelijker voor ogen waar je als proefplek voor staat en gaat. Vanuit deze groeiende identiteit ga je de verhouding met je partnerkerk anders bekijken. Dit leidt tot schurende situaties en soms tot serieuze conflicten. Blijf in deze fase altijd de verbinding zoeken en probeer te voorkomen dat je je eigen glazen ingooit met pubergedrag dat ook bij deze fase hoort. Het is heel gezond om meer ruimte voor jezelf te vragen, maar zoek een goede balans. Hopelijk gaat je partnerkerk er dan als een wijze ouder mee om. Naarmate je een meer volwassen samenwerkingsrelatie krijgt, groeit het besef van verantwoordelijkheid voor elkaar. Je wilt als proefplek niet alleen maar vrij zijn. Je gaat ook steeds meer het goede zoeken voor je partnerkerk. De bekende organisatiedeskundige Stephen Covey heeft zelfs benadrukt dat echte volwassenheid te herkennen is aan het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Dat brengt ons weer terug bij de relatie tussen de paddenstoel en bomen. Ook allerlei kerkelijke levensvormen kunnen elkaar verrijken en versterken. Ik geloof dat God het zo heeft bedoeld. Hij heeft dit principe niet voor niets in zijn schepping gelegd. Hierover ging ook deze vraag. Verschillende levensvormen die met wederzijds voordeel naast elkaar bestaan, noemen ze symbiose. Symbiose tussen kerkplekken is er meestal niet vanaf dag 1. Dat moet groeien. Vanuit afhankelijkheid, via onafhankelijkheid, naar wederzijdse afhankelijkheid. Symbiose is wat we bedoelen met sterke samenwerking. Dit kun je evalueren met de 5 sleutels. Met een werkvorm naar keuze mag je nu zelf een begin gaan maken met het evalueren van jullie eigen samenwerkingsrelatie. Heel veel succes!